Schietpartij in centrum Nijmegen. Tot 7 jaar cel voor drugsbezorgdienst en geitjes geboren bij de kleine kern in Lent. Op de Nassau-singel in Nijmegen is woensdagavond geschoten. De vermoedelijke dader ging na het incident met de auto vandoor en dumpte onderweg het vuurwapen, meldt een videocorrespondent ter plaatse. Het schietincident zou rond 7:30 hebben plaatsgevonden. Volgens de correspondent werd niet veel later op de Eerste Walstraat een vuurwapen uit het raam van een rijdende auto gegooid. Op de Van Breggenstraat, een stukje verderop, werd de bestuurder van de auto klemgereden door de politie. Agenten hebben de verdachte daarna met getrokken vuurwapens uit de auto gepraat en aangehouden. De verdachte is na zijn aanhouding overgebracht naar het politiebureau. Agenten op straat deden onderzoek naar het vuurwapen dat uit de auto is gegooid en naar de toedracht van het incident. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Donderdagochtend werd het Held Valley Event afgetrapt in Partij Nijmegen. Op dit event gaat het over ontwikkeling van de gezondheid. Minister Ernst Kuipers was aanwezig en stond de bezoekers te woord. De zorg is tot op de dag van vandaag gewoon ontzettend arbeidsintensief en heel erg een focus. Je noemde dat zo net ook al even in het gesprek met de burgemeester. Is heel erg gefocust op de zorg, ziekte en veel te weinig op preventie en op leefstijl en op vroegdetectie. Het Held Valley Event is een jaarlijks terugkerend event waar ieder jaar veel mensen op afkomen. Zo ook dit jaar, meer dan 800 mensen hebben een kaartje gekocht. Hier is een prachtig event waarbij er allerlei bedrijven en professionals uit de zorg bij elkaar komen. Dan gaat het vooral over innovatie in gezondheid en gezondheidstechnologie. En daarom waren er vandaag allerlei verschillende soorten gadgets te zien. En dat is reden genoeg voor burgemeester Bruls om samen met de minister ook een kijkje te nemen langs de kraampjes die er stonden. Nou, omdat we in Nederland echt op veel terreinen koploper zijn en omdat we die technologie ook voor de toekomst van de zorg ontzettend hard nodig hebben. Ernst Kuipers volgde vorig jaar Hugo de Jonge op als minister van Volksgezondheid en heeft een duidelijk beeld over hoe hij Nederland als koploper wil houden. Door om te beginnen en het licht op te steken wat er allemaal gebeurt en ook te stimuleren dat de verdere ontwikkelingen gewoon breed uitgerold worden. En natuurlijk ook om te zorgen dat bijvoorbeeld als het gaat over afspraken over ICT in de zorg, dat ik die faciliteer. Ja, zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Beschuit met muisjes op de kleine kern in Lent. Moedergeit Bella is namelijk bevallen van 4 jongen. Zometeen gaan we op kraambezoek. 7 mannen uit Nijmegen en Wijchen zijn woensdag tot cel- en taakstraffen veroordeeld vanwege drugscriminaliteit. Volgens de rechtbank runden de 7 een criminele organisatie die in Nijmegen en omgeving diende als drugsbezorgdienst. Het gaat om 5 Nijmegenaren van 23 tot 55 jaar en 2 mannen uit Wijchen van 35 en 36 jaar. De organisatie beschikt over een eigen drugslab in een woning in Nijmegen en over verschillende deallijnen waarop 24 uur per dag, 7 dagen per week nagenoeg alle denkbare soorten verdovende middelen konden worden besteld. In november ging het nog helemaal mis toen er grote glazen wanden de Stevenskerk ingetakeld moesten worden. Maar inmiddels heeft er een herkansing plaatsgevonden en deze keer is het wel goed gegaan. De glazen wanden die de kerk een meer open karakter moeten geven, staan inmiddels keurig op hun plaats. Donderdagmiddag is Sigrid Sengers officieel geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Druten. Hiermee volgt ze Corrie van Ree Oud-Ammerveld op, die de afgelopen 4 jaar plaatsvervangend burgemeester was. Aanstaande vrijdagavond is er op RN7 een uitgebreid kennismakingsinterview te zien met de nieuwe burgemeester van Druten. Ja, een goed slot op de deur heeft iedereen wel, maar wat minder snel over na wordt gedacht is sterke beveiliging online. Een vriendelijk sms'je van een zogenoemde verre kennis of een vals betaalverzoek. Slachtoffer worden van de toenemende internetfraude gebeurt sneller dan je verwacht. En ook bedrijven hebben wat bij te leren over hun online kwetsbaarheid. Want ja, better safe than sorry. Het is natuurlijk een andere vorm van criminaliteit. Het resultaat kan hetzelfde zijn, u wordt opgelicht, maar laten we ons wel weerbaar opstellen. En zo opende burgemeester Bruls het congres Better Safe Than Sorry in het Goffertstadion.
Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland organiseerde deze voorlichtingsavond om bedrijven een helpende hand te bieden bij het beveiligen van hun online gegevens. Dat we ook wel in de gaten hebben dat het vaak onwetendheid is, in ieder geval onvoldoende gevoel is dat je je moet beveiligen tegen allerlei zaken die met cybercrime te maken hebben. We hebben natuurlijk Daniel Verlaan net gezien. En die geeft eigenlijk op een heel eenvoudige manier weer hoe kwetsbaar je digitaal bent. En ik zag dat natuurlijk wel gebeuren in de zaal, dat een hele hoop mensen een beetje onwennig op de stoel begonnen te schuiven. En die dachten onmiddellijk, als ik morgen terug ben op de zaak, moet ik daar toch even naar kijken. Hey. Wat belangrijk is, is voor ondernemers, is dat zij thuis, eigenlijk gewoon bij hun gezin, in hun privéleven, net zo goed hun best gaan doen om online veilig te zijn als op werk. Want vaak als je het namelijk thuis doet, dan ga je het ook op werk doen. Je kan niet verwachten van ondernemers of van je werknemers dat zij zeggen van, nou weet je wat, ik gebruik thuis maar één wachtwoord, maar voor mijn werk ga ik allemaal goede wachtwoorden en twee certificaties, dat soort dingen. Dat werkt zo niet. Dus ik probeer ze te enthousiasmeren om cybersecurity wat meer te omarmen, in hun privéleven ook, en dat doorvloeit eigenlijk naar hun werk en op die manier wat veiliger te blijven. Ook politie Oost-Nederland droeg een steentje bij door te vertellen over hoe hun cybercrime team slachtoffers kan helpen. Ik heb een stuk gelezen en er stond de volgende zin in. Uiteindelijk wordt iedereen een keer gehackt. Het is slechts een kwestie van tijd. En ik laat ook in de volgende dia's al zien waarom dat zo is. Er zijn behoorlijk wat voorbeelden genoemd van manieren van beveiligen. En één die we allemaal meteen kunnen toepassen. Een langere wachtwoord, een zin wachtwoord. Want wij treffen best wel nog wel heel vaak aan als we met ondernemers praten, dat ze op het niveau van welkom 01 zitten. Kwetsbaar je bent dat je binnen een no time gewoon gehackt bent. Dan kijken we weer even naar de sociale media. Kinderboerderij De Goffert meldt op Facebook dat zij binnenkort een zeldzaam dier mogen ontvangen op de boerderij. Dat zouden ze te danken hebben aan een buren van Mr. Panda, het naastgelegen restaurant. Wat voor dier het is, maken ze nog niet bekend, maar uit de berichten blijkt wel dat het een knuffelbaar dier is. Nijmegen West meldt dat de poort van Schraven weer op zijn plek staat. De toegangspoort die vroeger toegang gaf tot het transportbedrijf Schraven werd onthuld door oud-medewerker Ronald Schraven en wethouder Van Elveren. De poort staat bij de 320 nieuwe woningen van de havenkade aan de Waalbanddijk. En de gemeente Overbetuwe laat via Instagram weten op zoek te zijn naar een nieuwe kinderburgemeester. Ze zoeken hiervoor een kind uit groep 7 die woonachtig is in Overbetuwe. Verder moet de nieuwe kinderburgemeester willen opkomen voor onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn en het natuurlijk leuk vinden om in de belangstelling te staan. Op dierenpark De Kleine Kern in Lent is een vierling van geitjes geboren. Op maandag 20 maart is moedergeit Bella bevallen van de geitjes. Vandaag zijn we bij het dierenparkje langs gegaan om te kijken hoe het met de geitjes gaat. Maar... Nou Riet, fijn dat wij even langs zijn gekomen. Ja. Leuk dat er ook geitjes zijn geboren op deze kinderboerderij. Ja. En hoe vindt u het dat deze kinderboerderij een vierling geitjes heeft gekregen? Ja, het is voor ons ook heel bijzonder. Normaal gesproken krijgt een geit één of twee, hè, hooguit. Ze hebben ook maar twee spenen, hè, dus de natuur heeft het allemaal prima geregeld. Ja, mijn verbazing was groot toen ik hier 's middags kwam en de staldeur opende en vier van die kleine toetjes me aanstonden te kijken. Ik heb echt twee keer moeten kijken. Echt zo van, jee, dit is ongelooflijk. Alles is gezond, alles is, doet het prima, dus helemaal leuk. We zijn er hartstikke blij mee. Ja. Dus misschien wil je wel even een kijkje nemen. Ja, laten we nou eens gaan kijken bij de geitjes. Okay. De geitjes zijn nog gescheiden van de andere dieren, omdat ze nog aan andere dieren moeten wennen. Wel mocht onze verslaggever Jari een geitje vasthouden. Kijk. Ja. Zijn wel leuke beesten. Wil je er even vasthouden? Ik kan het wel proberen, ja. Nou, ze bijten niet hoor. Nee. Kijk, dit zijn ze. Ja, laat je maar horen, vrouwtje. Hè? Ja. De meisjes zijn het grootst. Ja? Ja. En dit is dat de... altijd zo bij geitjes? Nee, dat is gewoon puur toeval. En hey, dit is Pien. Ja, en dat is Benjamin. Dus dat is dus Benjamin. Ja, dat is Benjamin. Dat is wel een leuk geitje, ja. Ja, maar als je nu al naar de poten van de dames kijkt, dan zie je dat het stevige meiden gaan worden. Voor de verzorging is een hoop geld nodig. Het is nog niet duidelijk of alle geitjes op het park kunnen blijven. Daarom hoopt Riet dat er mensen zijn die het dierenpark willen ondersteunen. Kunnen alle vier de geitjes blijven op dit park of is dat nog niet zeker? Dat is nog niet zeker, nee. Dus ik hoop dat ze...
dat het stukje in de krant en dat jullie berichtje daartoe bijdragen dat mensen ons willen ondersteunen. Ja. En dan kunnen ze naar onze Facebookpagina gaan, De Kleine Kern. En daar staan ook alle foto's op, daar staan onze bankrekeningnummers op. En elk bedrag, in welke vorm dan ook, is gewoon welkom. Ja, met die geitjes denk je misschien gelijk aan de lente. Nou, dat was het nog niet helemaal. Op her en der een buitje na was het vandaag wel droog. En misschien nog helemaal niet zo verkeerd. De zon liet zich af en toe ook even zien. Het was een graad of 15. Maar helaas gaat het wel veranderen. Vannacht trekt er een regengebied het land binnen. En dat is slechts een voorbode voor wat ons vrijdag te wachten staat. De laatste dag van maart zal vrij nat verlopen. Het regent niet aan één stuk door, maar wel veel. De dagen erna slaat het weer langzamerhand wat om. Zaterdag zal nog vrij nat verlopen, maar vanaf zondag wordt het steeds beter en rustiger weer. Wel zakt de temperatuur dan wat terug en krijgen we ook weer met nachtvorst te maken. En dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl en alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar De Streek In en wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Tot dan!